Ik maak nu ongeveer 1,5 jaar gebruik van Peaks en dus vond ik het wel weer een goed idee om een keer een video te maken, een update te geven. Want zoals jullie misschien weten, Peaks is een manier om te beleggen, beheerbeleggen, waar eigenlijk automatisch je wisselgeld belegd wordt. Dus in deze video wil ik gaan kijken naar wat heb ik inmiddels belegd bij Peaks, wat is mijn rendement, wat zijn de kosten die eraan verbonden waren. En dit ook om de vragen te beantwoorden van wanneer is Peaks nou interessant om te beleggen of wanneer wordt het minder interessant of is het nog steeds interessant voor mij om te beleggen via Peaks. Nou, al die dingen wil ik gaan behandelen in deze video, dus laten we snel beginnen. Kijk naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. We gaan in deze video dus eigenlijk kijken naar een update over Peaks. Maar voor de mensen die het nog niet kennen, wat is Peaks dan eigenlijk? Nou, Peaks is eigenlijk een vorm van beheerd beleggen. Je stopt er geld in, je geeft aan hoe je graag zou willen beleggen, op welke manier, welke risico's je wilt nemen en dat soort dingen. En op basis daarvan komt er een profiel. En in het geval van Peaks is het zo dat je eigenlijk je bankrekening koppelt. Het is eigenlijk een product gesteund door de Rabobank in het begin, maar inmiddels kun je ook via andere banken je rekening hieraan koppelen. En eigenlijk bij elke transactie die je doet, wordt de transactie afgerond naar de euro daarboven. Dus stel je betaalt iets in de winkel voor 12,5 euro, dan wordt eigenlijk de transactie afgerond naar 13 euro. En die 50 cent die je dus eigenlijk extra hebt, die wordt gereserveerd voor Peaks. En één keer in de week wordt al dit wisselgeld eigenlijk opgespaard en overgemaakt naar Peaks. En dat geld wordt dus belegd voor jou. En op deze manier is het dus eigenlijk heel erg makkelijk om een extra vorm van beleggen te hebben. Ik doe het er zelf ook naast mijn andere beleggingen. Puur een extra vorm. En één keer in de 90 dagen wordt je gevraagd om weer toestemming te geven. Om eigenlijk je bankrekening nog een keer te koppelen van 90 dagen. Zodat de app die transacties kan zien om juist die afrondingen te maken. Om het wisselgeld te genereren eigenlijk of te incasseren. En dus te beleggen voor jou. En als we praten over beleggen zijn natuurlijk rendementen heel erg belangrijk. Dus laten we ook vooral gaan kijken naar mijn rendementen bij Peaks. Deze kunnen we zien wanneer we de app openen. Beginnen we eigenlijk al in het tabblad beleggingen. Dat zie je linksboven staan. En hier zie je het totaalbedrag. €1365,60. Totaal belegd, oftewel 51 euro winst heb ik in totaal. Dat komt dan weer neer op die 6,8%. Wanneer je op de knop klikt bekijk beleggingen, kun je eigenlijk zien hoe dit de laatste maand is gegaan. We kunnen zien dat we behoorlijke piek hebben gehad, ook weer wat dalingen. We kunnen ook gaan kijken naar de beleggingen van het afgelopen jaar. Dan zien we dan duidelijk dat we een jaar geleden flink lager stonden, flink wat bij hebben belegd. Ook de flinke piek eigenlijk, of de flinke dal, zo moet ik het eigenlijk zeggen, vanwege de coronacrisis en dat we nu langzaam in herstellen. Wanneer je onderaan trouwens klikt op bekijk je rendement, kunnen we het eigenlijk zien in euro's of we klikken het om naar procenten. Dus in juli zit ik nu op 1,6%. In 2020 zit ik op min 3,18%. Daar hebben we dus eigenlijk die crisis al meegemaakt. Dus we zitten weer bijna op hetzelfde rendement, eigenlijk een beetje break-even met het begin van het jaar. En sinds het begin dat ik hier beleg, heb ik dus 6,8% rendement gemaakt. Dat is zoals gezegd dus iets meer dan 1,5 jaar geleden. En we zagen in mijn geval dus bij Peaks met mijn profiel min 3,18% rendement. Oftewel, ik sta in de min. Ja, dit is wel een beetje een apart jaar, een afgelopen half jaar. Vanwege die coronacrisis, de beurs heeft natuurlijk een heel erg harde klap gekregen. En lang niet alle bedrijven zijn hersteld. Dus dat is op zich, lijkt me dit nog een best wel goed rendement. Zeker wanneer we het gaan vergelijken met andere indexen of andere fondsen. Kijk bijvoorbeeld naar de AEX, die staat bijna 6% lager dan begin van het jaar. De S&P 500, de 500 grootste bedrijven van Amerika, min 3,12%. Dus daar zit ik een beetje aan gelijk. En VWRL, mijn favoriete indexfonds, die eigenlijk wereldwijd belegt, staat nu nog met min 5% bijna. Dus als je dan gaat vergelijken, is het eigenlijk best wel goed rendement. Ik sta niet zo ver in de min als die andere fondsen. En zeker wanneer je dan ook in gedachten houdt, en dat komt onder andere daardoor, dat 90% van mijn belegd vermogen in aandelen zit bij Peaks en 10% in obligaties, ben ik eigenlijk wel best tevreden. Gaan we door naar het tabblad in en uit. Dan zien we eigenlijk de transacties die eigenlijk binnen je account gebeuren. We zien dus eigenlijk dat ik in totaal €1314,60 heb ingelegd. Tot nu toe nog niks heb opgenomen. Klik je op bekijk transacties, dan zie je eigenlijk de transacties van de laatste dagen. Je kunt dus terugscrollen. Hier zien we bijvoorbeeld de kosten. 1 euro per maand wordt telkens voor mij in rekening gebracht. Je kunt ook zien op 29 juni mijn wisselgeld daarin werd gestopt. Dat was toen 78 cent. We zien ook een dividenduitkering, want natuurlijk, we hebben beleggingen. Mogelijk dat dat dividend uitkomt, dus af en toe zul je ook een dividenduitkering ertussen zien. En wanneer je erop klikt, krijg je meer informatie, bijvoorbeeld
het wisselgeld. Je kunt zien welk fonds ik heb of welke profiel ik heb. Dat zijn dus die vier papertjes eigenlijk. En hoe dit geld voor mij belegd is. Ja, dit is maar een heel klein bedrag. Maar toch zul je zien dat ergens 8 cent ingaat, ergens anders 9 cent ingaat. En ook bij de dividend kunnen we zien waar het dividend vandaan komt. Hoeveel daar ik in geïnvesteerd heb, €155,45. En dat ik daar dus 17 cent dividend op heb ontvangen. En zo kun je dus, ja, hoe verder je naar beneden scrolt, eigenlijk telkens zien wat de kosten zijn. Of je dividend hebt ontvangen. Hier zien we bijvoorbeeld wat dividend wat meer is geweest, €3,36 zelfs. Klikken we die even open. Ja, dat is best wel een goed rendement als je het eigenlijk zo kijkt, de dividend. Maar zo kun je eigenlijk van elk geld wat je inlegt of wat eruit wordt gekeerd of wat dan ook, eigenlijk meer informatie vinden waarom dat gebeurt. Heel even kort tussendoor. Ik ben op dit moment bezig samen met Tim aan een beleggerstraining. Een training met meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal. Helemaal gericht op de beginnende belegger, waar we eigenlijk alles uitleggen wat je moet weten voordat je je eerste belegging eigenlijk doet. Deze training komt binnenkort uit, maar wil je nou op de hoogte gehouden worden en een leuke aanbieding ontvangen wanneer die online komt, ga dan even naar passiefinkomen.nl/beleggerstraining. Laat je naam en e-mailadres achter en zodra ik meer informatie of een aanbieding heb, stuur ik jou een mailtje. Kijken we dan vervolgens naar mijn portfolio, want dat is ook belangrijk. Wanneer we dus meer risico nemen, is het ook logischer dat we meer rendement kunnen maken. En bij peaks, zoals gezegd, heb je eigenlijk profielen, verschillende namen. En afhankelijk van het profiel dat je kiest, heb je eigenlijk meer risico en kun je dus ook meer rendement verwachten. Peaks heeft 4 profielen. En gaan we daar naar kijken, dat begint bij mild, dan pittig, dan scherp en dan heet. En zoals je kunt zien, de verhouding eigenlijk tussen aandelen en obligaties is hetgene wat ervoor zorgt hoeveel risico je hebt. Bij mild heb je 30% aandelen, 70% obligaties. Terwijl hoe meer risico je gaat nemen, hoe groter dit percentage aandelen wordt. En dus automatisch hoe kleiner het aandeel obligaties wordt. Ik heb zoals gezegd het profiel heet. En dat heeft ermee te maken, ik heb nog een lange looptijd. En ook peaks is maar een klein percentage van mijn beleggingen. Dus ik kan risico nemen, ik wil ook risico nemen. In de hoop natuurlijk dat ik hier ook meer rendement mee maak. En dat is dus de reden dat ik het heet profiel heb gekozen. Gaan we dan even kijken naar hoe mijn portfolio eruit ziet. Dat doen we wederom in de app. En dan gaan we naar het tabblad eigenlijk met portfolio. En dan ziet dan mijn portfolio is heet. En je kunt daar ook weer klikken om te kijken hoe je portfolio eruit ziet. Wordt even geladen. Je ziet dus dat ik 90,4% in aandelen heb zitten, oftewel €1,234. En je ziet vervolgens ook welke aandelen dat zijn, hoeveel geld per aandeel erin zit, wat mijn rendement daarop is. En als we naar beneden scrollen zien we ook nog 9,6% obligaties. Het profiel eigenlijk zou dus 90-10 zijn, dus dit is niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Maar dit is op zich niet heel erg. Je kunt wel kiezen om onderaan te herbalanceren. Dan zou je dus weer precies naar die 90-10 kunnen gaan. Maar dit brengt eventueel kosten met zich mee, omdat er misschien wat aankopen, wat verkopen moet worden gedaan. Ja, daar horen kosten bij. Dus ik kies daar vaak niet voor. En zeker aangezien profiel heet al in staat gesteld op 90-10 en die andere profielen op een andere verhouding, wordt eigenlijk altijd wel zo gebalanceerd, één keer in de zoveel tijd of wanneer je een nieuwe inleg doet, dat we eigenlijk op die originele verdeling uitkomen. Dus het zal nooit heel veel afwijken. Het kan natuurlijk wel eens zijn dat je misschien van profiel verandert of juist heel veel geld inlegt. Dat je op dat moment wel handmatiger voor wilt kiezen, maar ik zou het eigenlijk niet doen. We kunnen ook nog klikken op bekijk je portfolio en dan precies te zien hoe het is verdeeld is. Nou, hier zien we eigenlijk wat het zou moeten zijn en hoe het normaal gezien verdeeld zou zijn. En dan heb je eigenlijk iets meer informatie over je portfolio. Gaan we dan terug door op sluiten te klikken en naar het laatste tabblad, actiecode. Nou, hier zou je normaal gezien vrienden uit kunnen nodigen en geld kunnen verdienen. Zoals je kunt zien, ik heb mijn limiet bereikt. Volgens mij zijn dat 50 of 100 vrienden. Maar eigenlijk als je wanneer je een account hebt, krijg je een code en die kun je delen. En telkens als een vriend of een familielid of noem het maar op van jou die code gebruikt, krijg je zowel jij als die vriend €5. En bij elke vijfde vriend krijg je ook nog eens €25 extra bonus. Helaas heb ik het aantal vrienden binnen de app bereikt, dus ik kan mijn code niet meer met jullie delen. Maar onder deze video vind je wel een link naar peaks. Als je daar een account aan maakt, dan kun je natuurlijk zelf, krijg je dan wel een code die je kunt delen met vrienden. Dus op die manier kun je ook nog wat extra geld verdienen. Laten we dan vervolgens naar de kosten gaan kijken. We zagen al eerder de kosten in mijn voorbeeld voorbij komen bij die dingen die er eigenlijk in en uit gingen op je profiel. En samen met het rendement zijn kosten gewoon heel erg belangrijk. Rendement is wat het oplevert, maar als je kosten heel erg hoog zijn, dat gaat natuurlijk ten koste van je rendement, dus je wil daar een goede balans eigenlijk in vinden. En de kosten bij peaks zijn eigenlijk als volgt opgebouwd. Wanneer je lid wordt, dan zijn de eerste 3 maanden gratis. Dan kun je de app proberen, kijken of het bij je past. Wanneer je dan doorgaat, is het of €1 in de maand
of 0,5% van het belegde vermogen wat je hebt. Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel geld je hebt geïnvesteerd. Want wanneer je minder dan 2500 euro pieks hebt staan, dan betaal je 1 euro per maand aan kosten. Wanneer je meer dan 2500 euro hebt belegd via pieks, dan verandert dat in dat percentage van 0,5% per jaar. Eén keer per kwartaal krijg je ook een overzicht vanuit pieks met alle kosten, alle beleggingen, alle inleg die je hebt gedaan. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken voor je eigen overzicht of einde van het jaar ook voor je belastingaangifte bijvoorbeeld. Gaan we kijken naar dit overzicht, dan zien we ook duidelijk de kosten staan. En we zien dat ik in het eerste kwartaal, januari tot en met maart, 3 euro servicekosten heb betaald, 2 cent transactiekosten, 87 cent fondskosten, oftewel in totaal 3,89 euro heb betaald voor de eerste 3 maanden. Mijn gemiddelde portfoliowaarde was net geen 1300 euro. Nou, dan gaan we kijken naar hoe dat in percentages zit. De servicekosten zijn 0,23%. Transactiekosten waren 2 cent, dus dat is afgerond 0%. De fondskosten zijn 0,07%. En totaal kom ik daarmee dan in de eerste 3 maanden op 0,3% kosten. En dit zijn de kosten zoals ze bij pieks berekend zijn, want we maken ook gebruik van fondsen. Dit zijn fondsen waar ook andere aanbieders zijn dan pieks. Dus pieks maakt gebruik van een fonds van een aanbieder. Die maken ook kosten. Die worden eigenlijk alleen verrekend in de koers van het fonds. Die zien we hier niet in terug. Normaal zijn die kosten zo 0,25 tot 0,35% per jaar. Dus dat moet je eigenlijk hier nog bij optellen. Komen we daarbij aan bij de conclusie van deze video. Nou, het rendement wat ik heb gemaakt is denk ik best wel goed. Zeker in vergelijking met andere fondsen is dit gewoon een mooi rendement. En zeker in deze situatie ook. Natuurlijk had ik meer rendement kunnen maken. Maar in het geval van pieks heb ik geen tijd in hoeven investeren. Alles wordt geautomatiseerd. Dus dat is wel makkelijk. Gaan we kijken naar de kosten. Ja, die zijn wat hoger vergeleken met bijvoorbeeld VWRL. Wanneer je het fonds zelf zou kopen. Maar ja, dat kost dus wel weer tijd. Dus dan moet je een beetje een afweging maken. Ga je het vergelijken met andere aanbieders van beheer beleggen. Dan zijn de kosten eigenlijk wel lager. Moeten we ons dus niet alleen focussen op die 0,3% die pieks eigenlijk berekent. Maar eigenlijk ook een beetje die 0,35% die eigenlijk in het fonds verwerkt wordt. In de koers verwerkt wordt die je eigenlijk dus niet ziet. Maar zelfs dan zijn we nog iets goedkoper dan andere aanbieders. En mijn strategie is dan ook gewoon om door te gaan met pieks. Juist omdat het eigenlijk iets is naast mijn beleggingen. Nou is dit niet zo'n heel groot gedeelte van mijn beleggingen. Maar het is wel gewoon leuk dat het automatisch gebeurt. Dat ik toch nog wat extra's heb. Dat ik een beetje streef naar rond die 2500 euro belegd hebben hier. Dat is eigenlijk een beetje de sweet spot, laten we maar noemen. Maar mocht er nou heel veel meer worden, dan ga ik natuurlijk weer geld overboeken naar mijn rekening bij de Giro bijvoorbeeld. Om juist zelf een indexfonds te kopen. Juist vanwege die lagere kosten. Tot die tijd blijf ik wel gewoon pieks gebruiken. En je kunt trouwens eenvoudig via deze app of geld bijboeken of juist eruit halen door eigenlijk in elk scherm linksonder op de plus of de min te klikken. En voor wie is pieks dan eigenlijk interessant? Nou, ik denk vooral voor beginnende beleggers. Mensen die makkelijk willen beleggen, niet zo heel veel verstand van hebben, waar eigenlijk alles automatisch gebeurt. Je betaalt dan wel iets meer kosten, maar je hebt er verder geen kennis of tijd voor nodig. Eén keer het instellen en dat was het. Daar is pieks echt een goed voorbeeld voor. En zeker omdat je alles via de app op je telefoon kunt regelen, eigenlijk ook moet regelen, is dat ideaal om eigenlijk een overzicht te hebben wat je altijd bij je hebt. Wanneer je dan uiteindelijk meer kennis hebt, meer tijd of meer interesse om te gaan beleggen, zelf aandelen wilt gaan kopen of juist ook zelf ETF's zoals VWRL wilt gaan kopen, dan is het misschien leuk om het erbij te doen, net zoals ik doe. Maar het product is dus wel eigenlijk echt op beginnende beleggers gericht of mensen in ieder geval die niet zoveel tijd of kennis hebben van beleggen, maar die in ieder geval wel beseffen dat beleggen belangrijk is om vermogen op te bouwen en dat je op deze manier makkelijk kunt beginnen. Mocht jij een van die mensen zijn die wil beginnen met beleggen en pieks is misschien wel een goede optie voor jou, of misschien wel een aanvulling op beleggingen die je al doet. Zoals gezegd, onder deze video vind je een link naar pieks. Daar kun je zelf een account aan maken. En je hebt eventueel ook die vriendencode. Dus bij elke vriend die zich aanmeldt krijg jij 5 euro. En ook die vriend krijgt 5 euro. Dus dat is in ieder geval een leuk begin om te beginnen met pieks. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze update. Wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken. Maar op die manier help je ook het YouTube kanaal. Want deze video wordt meer aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal. Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.